Hoi allemaal, ik dacht ik maak een filmpje voor jullie die jullie kunnen kijken als jullie dat leuk vinden. Alleen wat blijkt nou, een filmpje maken is best wel heel erg lastig, want wat heb ik gedaan? Ik heb allemaal korte filmpjes gemaakt gedurende de dag van wat ik nou doe. En ik dacht, nou, als ik die bij elkaar plak, dan heb ik een mooi filmpje voor jullie. Dus ik heb ze bij elkaar geplakt. En toen dacht ik, ja, maar nu gaat die ineens van de ene plek naar de andere plek en ziet er ineens anders uit. Dus ik dacht, nou, dan maak ik in ieder geval nog een introductie voor het filmpje. Dus dat is deze. Maar zelfs dat blijkt best wel moeilijk, want ik zit ondertussen op take 19, denk ik. Batterij van mijn telefoon begint ook een beetje op te raken. En ik had al lange armen gekregen van het steeds vasthouden, dus ik heb hem ondertussen ook maar neergezet. Het is allemaal niet zo makkelijk dus. Ik was er ook al best wel lang mee bezig, dus daarom dat jullie het filmpje misschien zo laat krijgen. Maar wat doe ik nou gedurende de dag? Ik zit natuurlijk vooral thuis. En ik heb wel nog school online via de computer. Verder ben ik heel veel aan het lezen. Wel vooral leesboeken en iets minder schoolboeken. En ik ga alleen naar buiten om de paarden te verzorgen. En ik heb vooral daar wat korte filmpjes van gemaakt. En en natuurlijk alle mailtjes met filmpjes en dingen die ik krijg van de zorgboerderij. Waaronder ook filmpjes van jullie. Met hele knappe tekeningen. En dat vind ik super leuk om te zien. Ook al... hoop ik natuurlijk dat we snel weer gewoon allemaal naar de boerderij kunnen. Maar voor nu doen we het eventjes zo. En we hadden natuurlijk nog een vraag. Want ik had al wel verteld wat ik had gegeten. Maar gisteren heb ik ondertussen alweer wat anders gegeten. Gisteren heb ik pizza gegeten en dat vind ik het allerlekkerst om te eten. Alleen is het natuurlijk niet het meest gezonde om te eten. Dus vanavond wordt het boerenkool. Ook al is dat eigenlijk een beetje een wintergroente, dus het zal ook wel een van de laatste keren zijn voor voorlopig dat ik dat eet. Maar we kunnen natuurlijk niet elke dag alleen maar lekkere dingen eten. Het moet ook een beetje gezond, dus ik hoop dat jullie dat ook doen. Maar als ik naar buiten kijk, is het wel ook heel lekker barbecue weer. En ik weet dat heel veel van jullie daar ook heel erg van houden. Dus misschien doen jullie dat ook nog wel. En voor nu tot... hopelijk tot snel. Doeg! Ik kom dan wel niet op de boerderij, maar ik doe nog steeds klusjes. Want dit grote paard poept soms helaas ook. Nou, van dit grote paard heb ik dus net de stal schoongemaakt. Ziet er wel goed uit weer, toch? Dit is Kira. Dat staat er nu niet zo heel elegant op, maar zoals jullie kunnen zien is ze wel behoorlijk groot. Wil je nog wat zeggen tegen de camera, paard? Nee, ze is gewoon lekker aan het eten. Oh, en ze heeft nu mijn camera vies gemaakt, zo te zien. Hier zou ik even schoonmaken. Zo, de camera is weer schoon, maar ik heb nu een ander paard mee. Die wilde niet echt op de camera. Kijk, nee, ze hebben er niet zoveel zin in. En achter mij hebben wij schaapjes. Die gaan hopelijk binnenkort, als ik op stal ben, lammetjes geven. Nou, zoals jullie zien gaat het ook heel goed met de dieren op de boerderij. Nou, hier zijn twee van de plantjes die we toen van Teun hebben gekregen voor zijn verjaardag. Dit is de mini paprika. Dit zijn de cherry tomaatjes. En de andere plantjes die staan op een andere plek, want die hadden wat minder zonlicht en wat minder warmte nodig. Maar deze is al een beetje begonnen te groeien. Maar deze... die is wel goed gaan groeien. Nou, ik vind het toch nog wel best wel goed gelukt voor deze eerste keer eigenlijk dat ik een filmpje maak. En dus doeg!